Hi, ik en Maarten hier van Wakker Worden met vlog nummer 242, de vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. In deze video wil ik je graag iets vertellen over de basisoefening. En de basisoefening is een oefening die is gecreëerd of bedacht, of hoe ik dat dan ook noemen moet, mag, door Stanley Rosenberg. En Stanley Rosenberg is een lichaamsgerichte therapeut, een Amerikaans-Deense lichaamsgerichte therapeut. En in mijn vorige video heb ik iets verteld over de polyvagaaltheorie. En deze meneer die is ontwikkeld door Stephen Porges, een Amerikaan. En de meneer Stanley Rosenberg, waar ik het net over had, die heeft zeg maar zijn lichaamsgerichte therapie... eigenlijk gebaseerd op de polyvagaaltheorie. Dus hij heeft de theorie van de polyvagaaltheorie gebruikt om zijn lichaamsgerichte therapie op te baseren. En daaruit is de basisoefening ontstaan. En de basisoefening is eigenlijk erop gericht om die balans in het zenuwstelsel te herstellen. Dus op het moment dat jouw zenuwstelsel zo zijn flexibiliteit kwijt is geraakt door overmatige stress. Hè, dus het zenuwstelsel of het stresssysteem, dat is eigenlijk eenzelfde soort. Dat is hetzelfde systeem, alleen een andere benaming. Maar op het moment dat het stresssysteem zo onder druk heeft gestaan, dan raakt het eigenlijk uit balans. En de basisoefening is ervoor bedoeld om ontspanning te brengen in het autonoom zenuwstelsel. In deze video wil ik graag uitleggen hoe de basisoefening gaat. En het is eigenlijk een hele eenvoudige oefening. Ik ga hem zittend voordoen. Het is handig als je hem in het begin liggend doet. Na verloop van tijd, als je dat een tijdje hebt gedaan en je hebt het onder de knie, dan kun je hem zelf ook zittend gaan doen. Maar ik zou je echt willen nodigen om hem in het begin liggend te doen. Maar even voor deze video is het makkelijker als ik hem zittend voordoe. Voordat je de oefening begint, mag je even testen hoe flexibel jouw hoofd kan draaien. Hoe flexibel je nek, je schouders en je hoofd ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Dus ik wil je uitnodigen om je hoofd naar rechts te draaien tot zover dat tot zover het kan, tot zover dat ook comfortabel lukt. En dan voel je even zo aan die rechterkant of het ergens misschien pijnlijk is of ongemakkelijk is. En dan draai je je hoofd terug naar de middenpositie en vervolgens draai je je hoofd naar links en dan voel je even hoe ver die naar links kan draaien, of daar een verschil in zit, of er misschien ergens ongemak zit. Dit is de test voor, zeg maar, dus het evaluatiemoment voordat je de oefening doet. Ga ik nu de oefening uitleggen. Je strengelt je vingers in elkaar, dus je krijgt eigenlijk een kommetje. En dat kommetje van je handen leg je tegen je achterhoofd. Dus stel je even voor dat je nu ligt, dan betekent dat dat je hoofd dus met zijn gewicht in het kommetje van die handen ligt. En dan voel je het gewicht van je hoofd in je handen. En misschien kun je zeg maar met je achterhoofd voelen de bordjes van je vingers die tegen je achterhoofd aandrukken. En het enige wat je hoeft te doen is je ogen naar rechts draaien. Dus je kijkt zover als dat mogelijk is naar rechts. Je neus blijft naar voren wijzen en als je je voorstelt dat je nu op je rug ligt, dan zou je neus dus naar het plafond wijzen. Dus je verandert de positie van je hoofd niet, alleen de positie van je ogen. Dus je kijkt zo ver mogelijk en voor zover dat comfortabel is, naar rechts. En die oogpositie, die hou je ongeveer 30 tot 60 seconden vast. En je zag net al dat mijn ademhaling veranderde. Er komt een moment dat er wellicht een zucht komt. Of dat je gaat gapen. Of dat je een slikbeweging krijgt.
En op het moment dat die zucht, die gaap of die slikbeweging zich voordoet, dan is dat een moment van ontspanning van je autonoom zenuwstelsel. En je houdt die oogpositie tussen de 30 en 60 seconden vast. Of in ieder geval zover als dat er een reactie van dat zenuwstelsel komt. En dan draai je je ogen weer terug naar de middenpositie. En vervolgens kijk je met je ogen naar links. Dus je kijkt eigenlijk naar je linker elleboog. En je neus blijft weer vooruit wijzen. En nogmaals, als je deze oefening liggend doet, wat ik je in eerste instantie aanraad, dan wijst dus je neus naar het plafond. En je ogen kijken naar links. Tot het moment dat er zich een zucht, een gaap of een slikbeweging voordoet. En dan draai je je ogen weer rustig terug naar de middenpositie. Dit was de basisoefening. En wat ik je dan, waar ik je toe wil uitnodigen, is om nadat je die oefening hebt gedaan, weer even te checken. Je draait je hoofd naar rechts en weer naar de middenpositie en naar links. En dan voel je even of er iets veranderd is in de manier waarop jouw hoofd kan roteren. Misschien voel je dat het vrijer kan bewegen. Misschien voel je dat er minder ongemak is, minder pijn. En evalueer even, voel even in je lijf wat deze oefening heeft gedaan. Misschien merk je dat je ademhaling is veranderd. Voel eventjes in je lijf wat je op dit moment ervaart. Nou, dit was de Basic Exercise, zoals die wordt genoemd door meneer Stanley Rosenberg. Mocht je het interessant vinden om er meer over te lezen, hij heeft een boek geschreven, Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve. Het is wel een vrij technisch boek, maar super interessante informatie over hoe het zenuwstelsel werkt en hoe dat je niet alleen je lichamelijke gesteldheid, maar ook je stemming kan beïnvloeden. Mocht je deze informatie, dat is een moeilijk woord, interessant hebben gevonden, doe dan even een duimpje omhoog. Als je vaker dit soort video's wilt ontvangen, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle ins en outs over stress en burn-out. En mocht je nog vragen hebben over deze basic exercise of misschien andere zaken rondom stress en burn-out, je kunt natuurlijk altijd eventjes contact opnemen via de website www.wakkerworden.nl. Ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken en tot een volgende video. Doei doei!